Op dit moment zien we in het interieur heel veel roomdividers. Dat is echt een beetje een hype, een trend. En dat vertaalt zich ook door naar buiten. Maar hoe moet je dat nou precies doen? Daarvoor heb ik zo'n bak als deze gepakt. Dus een kunststofbak die niet te zwaar is, mooi hoog en heel erg smal. En die kan je perfect ergens neerzetten om net even dat knusse hoekje te maken of wat meer uit de wind te zitten. Ik wil hier hoogte in gaan maken en dat doe ik met klimpanten. En die wil ik laten groeien tegen dit soort stokken aan. Nou, hier heb ik allemaal planten al staan in roze tinten. Daar kan ik hem natuurlijk naturel gebruiken, maar dan vind ik het leuker om er ook een roze kleur aan te geven. Daar gebruik ik gewoon acrylverf voor en ik heb een spons. En dan vouw ik hem dubbel, zodat er aan beide kanten een beetje verf komt. Pak de stokbeet en ga er zo heel even heel licht overheen. Ik heb hier al wat stokken voorbereid. Het enige wat we nu doen is, ik ga kijken waar ik ze hier in wil steken. Gewoon een beetje willekeurig. Dan moet ik gaan kiezen wat voor plant ga ik hierbij gebruiken. En ik wil in dit geval een clematis gebruiken. De clematis die ik heb gekocht zit al op zo'n boogje. En wat je kan doen is heel voorzichtig op deze manier hem van het boogje afwikkelen. Ik heb dat natuurlijk voorbereid. Want als je hem van het boogje afhaalt, krijg je gewoon één zo'n lange mooie sliert. Nou, wat ik dan ga doen is, ik laat hem eerst even aan de voorkant hier hangen. En dan ga ik de plant alvast in de grond zetten. En nu is het eigenlijk heel eenvoudig. Ik pak die clematis en dan ga ik hem eigenlijk precies zoals dat gebeurde bij die cirkel, ga ik hem om het stokje heen draaien. Als je op een gegeven moment niet mooi blijft zitten en hij zakt weer naar beneden toe, wat je dan doet, dan pak ik wat wikkeldraad. Dat is gewoon van dit zilveren draad. Het makkelijkste is eigenlijk dat ik hem heel even heel strak om de paal heen draai. Om de stok, zodat hij niet verder naar beneden zakt. Zo. Dat is eigenlijk het haakje. Dan breng ik deze terug omhoog. Haal hem heel even voorzichtig tussenin. Draai ik hem wat losser vast. En ik creëer eigenlijk een lusje waar hij aan komt te hangen. Dan heb ik alleen bloeiende planten. Maar wat ik ook leuk vind, is om bijvoorbeeld een kruid te pakken of een groente. In dit geval heb ik hier een komkommertje gepakt. En om die komkommer tegen die paaltjes op te laten groeien. Dus deze gaat hier aan deze kant erin. Zodat ik dadelijk niet alleen een mooie bak heb met bloeiende planten, maar dadelijk ook nog een keertje gewoon verse komkommers uit die mooie afscheiding die ik ga maken. Nou heb ik op dit moment mooie opgaande lijnen gemaakt. Alleen dan krijg je hier nog één heel groot vlak en ik wil de verbinding maken naar de grond toe. Dus wat ik ga gebruiken is wat hangende planten. In dit geval Pellia bijvoorbeeld, is een heel mooi plantje. Die gaat hier in het midden erin, aan de zijkant hier een beetje zo, die hier eroverheen komt hangen, op deze manier. En dat doe ik aan de zijkanten ook. En dat doe ik dan met een hedra. Dus je krijgt nou heel mooi die verbinding van hoog naar laag, eigenlijk een soort van waterval. Dit is een hele eenvoudige manier om dat verticale tuinieren, wat eigenlijk een hype is op dit moment, wat echt trend is, op een hele eenvoudige manier thuis na te maken. Door middel van dit soort stokken met die klimplanten en die hangplanten naar beneden te laten gaan, krijg je dadelijk echt die groene wand. Aan de andere kant doe ik er ook nog heel even een hangende plant in. En dan ertussenin, daar heb ik wat verbenaartjes voor. Die gaat er hier aan deze kant bij. En die zet ik ook wel even iets schuiner in, waardoor je dadelijk wat sneller krijgt als ze er overheen gaan hangen. En nu ga ik het midden opvullen met planten die ik mooi vind, om wat extra kleur te geven. Ik heb hier kleine astertjes, die vind ik altijd wel leuk. Op dit moment zag je ook in de mode bijvoorbeeld heel sterk dat allemaal met kleine bloemetjes werd gewerkt. En dat doe ik hier eigenlijk ook. Ik zet allemaal wat kleinere bloemetjes bij elkaar. De kleurencombinatie heb ik bepaald door de belangrijkste bloem voor mij. Dat is die clematis. En als die openmaken en je gaat bloeien, dan zie je dat er verschillende blauw, roze en paars tinten in zitten. Tot heel donkerpaars. Nou, dan heb ik hier ook nog zo'n plant. Dat is familie van de Margriet. En moet je eens even kijken. Hier komt eigenlijk diezelfde kleurnuance weer in terug. Roze aan de buitenkant met een donker hart. Daarmee krijg je dat het een eenheid wordt. Nou, die gaan er ook in. Zo, nou eens even kijken. Ik vind hem eigenlijk zo wel mooi. Het grappige is, je kan kiezen voor hele contrasterende kleuren. Maar ik vind dat tonsgetond, dat alles in die kleurennuance zit, heel erg mooi. Uiteindelijk wordt dit één heel groot boeket, één verticale wand. De trend van dit moment, de room divider voor op het terras.